Abu Talib stopt als burgemeester van Rotterdam, maar wat vindt u dat hij hier naam eigenlijk moet gaan doen? Eerst op vakantie, denk ik. Na oud en nieuw. Ja, ik heb het idee dat hij de politiek in gaat. Ik wil de landelijke politiek nog ingaan. Ja. Ik heb altijd wel een goed figuur gevonden. Nou, ik vind eigenlijk dat hij lekker van zijn pensioen moet gaan genieten. Dat eigenlijk. Lekker op vakantie gaan of zo. Misschien dat hij van minister-president in aanmerking zou kunnen komen. Het zou wel een mooie verrassing zijn. Dus ik hoop van ganser harte dat Abu Talib weer voor zijn partij werkzaam gaat worden in Tweede, Eerste Kamer of waar dan ook. Dat hij naar Den Haag toe gaat. En dan hoop ik dat hij daar zo goed is als hij de eerste 10, 12 jaar was. Dan moet hij gewoon minister-president worden van Nederland. Hogerop, want hij is echt de beste. Hij heeft ook bewezen in Rotterdam en Hoek van Holland dat hij echt een goede burgemeester is. Dat hij absoluut echt niet moet gaan doen? Hij moet niet gaan doen hetzelfde. Geen idee. Het zakenleven ingaan. Hij zal altijd wel in de overheidssector blijven werken. Wat hij niet moet gaan doen is bij een verkeerde partij, dat hij bij PVV of zo gaat, dat moet hij niet gaan doen. Met pensioen gaan, denk ik. Ja, ik denk dat het wel een waardevol persoon is geweest, sowieso voor Rotterdam. Maar ik denk dat hij nog wel wat kan betekenen, ja. Het lijkt me niet iemand die nu makkelijk een stapje terug zou doen of zo. Ik zie hem wel gewoon weer een verantwoordelijke positie ergens oppakken. Ik zou vooral aanraden om dan het stokje door te geven en niet nog eens werk te proberen te vermakkelijken, zeg maar, voor de volgende burgemeester, als ik het zo moet zeggen. Je moet echt niet stoppen, man. Ik zag je in de tram met je kleindochter. Ik ben top, hè.